Op 19 januari vond het eerste deel plaats van de raadsessie over woonruimte voor jongeren en starters. Tijdens deze sessie sprak een inwoner van Driehuis in. We hebben zo'n twee jaar geleden en drie jaar geleden een heel intensief uh, dorpsdialoog met elkaar gevoerd hier in het dorp. Uh, daar zijn uitkomsten uitgekomen, samengevat in de nota van uitgangspunten. En vervolgens uh, is die ook uh, door de raad bevestigd in januari 2022. Uh, en eigenlijk waren wij best wel verbaasd om recent uh, de bouwplannen te horen. Uh, hier op het voetbalveld van Waterloo, uh, feitelijk waarin ge, ingezet wordt op flexwonen, waar ook een aantal uh, punten ten opzichte van dorpsdialoog leek te mee worden gebroken. Uh, en daar uh, waren we toch hoogst verbaasd over en daarover zijn we in gesprek gegaan. De inspraak werd gedaan namens een groep van betrokken inwoners. Zij vonden drie onderwerpen het belangrijkst. We hebben met een aantal bewoners van tevoren uh, over gehad, hè, wat, wat vinden wij belangrijk en uh, ja, hoe willen we dat overbrengen? En toen kwamen we eigenlijk op de drie B's. En dat was beloofd is beloofd, de buurtuin en bewust bewonen. En feitelijk die drie B's om daar wat meer toelichting op te geven. Hè. Beloofd is beloofd komt heel erg vast aan uh, de dorpsdialoog die we hebben gehad, de noten van uitgangspunten, die is vastgesteld. En vervolgens onder andere bijvoorbeeld hey, de 40 woningen die daarin staan. In de basis ook het permanent bewonen uh, en het behoud van groen en bouwen aansluiten met de omgeving. Tweede punt, de buurtuin. He, er is een toezegging gegaan vanuit de gemeenteraad dat hier in ieder geval tijdelijk nu een buurtuin mag komen, waar we met de buurt heel actief in zijn. En dat is dus heel erg leuk. We weten dat het een tijdelijke toezegging is. Maar als er flexwoningen zouden komen hier op het veld achter, waar nu gevoetbald wordt, dan zouden we wel de buurtuin als een verbindend middel willen zien. Dus een oproep aan de gemeenteraad was van we weten dat het geen harde toezegging was. En dat het in principe een tijdelijke toezegging van de gemeenteraad was, maar zouden we dit kunnen verlengen als het flexwonen uh, zou gaan uh, worden gerealiseerd. En de derde B, uh, daar hadden we het over, dat uh, gaat over bewust betrokken, ja, bewust, betrokken be, uh, bewust bewonen. Dat de mensen die hier zouden komen gaan wonen, dat die ook bewust kiezen voor Driehuis. Uh, en feitelijk niet alleen passanten zijn, maar mensen die in het dorp zich willen vestigen, willen integreren in het dorp en ook er samen met elkaar iets moois van willen maken. En zorgen voor onderhoud uh, van uh, de locatie hier, mooi in het groen in Driehuis. Nou, wat we willen bereiken is dat we ook doorgaan uh, met de dialoog zoals we die gestart zijn, ook in het hele dorpsdialoogtraject. Uh, wat ook de nota heeft uh, opgeleverd, die is vastgesteld door, uh, door de gemeenteraad. Uh, als je ook kijkt hoeveel bewoners daarbij betrokken waren, er waren een paar honderd bewoners die al bij de eerste bijeenkomst betrokken waren. En ook in de hele coronaperiode hebben we dat heel uh, bewust gedaan met elkaar. Uh, en dat willen we zeker uh, vasthouden. We hebben een aantal afspraken gemaakt daarin die de gemeenteraad bevestigd heeft... ...die wat ons betreft ook de uitgangspunten zijn hoe we verder gaan. En wat we ook wel belangrijk vinden, dat past ook wel bij de drie B's die, die Bouke heeft gezegd... Van het, ...het plan voor wonen staat ook niet, uh, niet uh, op zich. Er, zijn ook, er is ook parkenpraat is, uh, geweest van wat doen we met het, uh, ook het historische park uh, Schonenberg wat hierachter uh, hier, hier ligt. Er zijn nog meer uh, woningbouw en andere plannen, bijvoorbeeld rond het uh, Telstar terrein... En er moet ook één geïntegreerd geheel worden waar zowel de huidige bewoners van drie huizen uh, blij en tevreden mee zijn. Maar de nieuwe bewoners ook naar tevredenheid uh, zijn. En wat, uh, wat ook met elkaar uh, samenhangt. En niet elke keer weer een nieuw, een nieuw speelveld. Want net als het voetbalveld hierachter. Een vast speelveld is ook een vast speelveld. En uh, daar, uh, daar hechten wij gewoon heel erg aan. De inwoners hopen nu vooral meer antwoorden en kaders te krijgen over het gehele proces. De wethouder is nu ook aan zet in het tweede deel van de raadssessies. Nou, er viel zoveel te bespreken dat uiteindelijk de gemeenteraad ook heeft gezegd: we schorsen de vergadering. Om ook vervolgens, volgende week, dat de wethouder ook zijn antwoorden daarin geeft. En wat wij daarin ook belangrijk vinden, is dat we ook zicht krijgen op die kaders die de gemeente nou gaat stellen. We hebben ook te maken met het initiatief van, uh, van een burger uh, over uh, uh, woningen voor jongeren in, uh, in Velzen. Ja, dat loopt hier ook dwars doorheen. Dus, dus ja, wat, eigenlijk heel simpel de vraag: wat wil de gemeente daar, daar nu precies mee en hoe gaan we verder? En die duidelijkheid is ook nodig voordat we ook in de werkgroep met elkaar, met de gemeente daarin, uh, verder kunnen gaan.